Het Johan de Witt Gymnasium gaat de Dordtse verzetstrijder Diet Kloos-Barendrecht eren met een plaquette in de hal van de school. Dat werd maandag bekend bij de overdracht van het Joods monument. Zij is dus een oud-leerling van onze school. Ze heeft in 1942 eindexamen gedaan, in 1943 nog staatsexamen. En eigenlijk al als gymnasiaste actief was in het verzet. En dat de hele oorlog is gebleven. En ja, dat is natuurlijk wel een heel bijzonder gegeven. Dat zij die Yad Vashem onderscheiding heeft gekregen omdat ze ook een Joods kind eigenlijk heeft helpen onderduiken, die de oorlog daardoor heeft overleefd. Maar ze heeft ook allerlei andere verzetsactiviteiten verricht, samen met Jan Kloos, met wie zij in de oorlog ook getrouwd is. Maar Jan Kloos is gefusilleerd en zij heeft de oorlog overleefd. En ja, dat is voor ons toch wel een zo bijzonder gegeven dat we daar in dit herdenkingsjaar 2020 graag aandacht aan willen besteden. Door een plaquette te realiseren ter nagedachtenis aan haar. Het was de bedoeling om de plaquette in 2020, het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid herdenkt, onthuld zou worden. Of dat de school dat gaat halen is nog niet duidelijk. Het project heeft vertraging opgelopen vanwege de coronamaatregelen. Vermoedelijk wordt de plaquette daarom in 2021 in gebruik genomen. Nou, hoe het eruit gaat zien nog niet. We hebben wel natuurlijk elementen. We hebben diverse portretten van haar. Ook een foto uit de tijd dat zij net van kort na de oorlog, dus dat, zoals ze er toen ook uitzag. Na de oorlog heeft ze een zangcarrière gehad. Dat was een internationale gelauwerde zangcarrière. Ze had een prachtige stem. Maar hoe de plaquette er precies uit gaat zien, ja, dat kan ik nog niet zeggen. Want het ontwerp moet nog gemaakt worden. Maar er zitten natuurlijk wel elementen in. Dus haar portret, natuurlijk dat zij oud-leerling van onze school is, uiteraard. En ook de informatie natuurlijk over haar verzetsactiviteiten. Die zou er dan toch wel in teruggevonden moeten kunnen worden. Daar gaat het, dat is het eigenlijk.